Oké, okay, ik wil het gewoon even tussendoor ergens over hebben met jullie. En het is weer een heftig iets. Ik irriteer me mateloos. Um, ik krijg net een berichtje op mijn. Kijk, tuurlijk, mijn opmaakte op mijn 14e. Dat is misschien ook wel dat je denkt: moet dat nou jaden? En dat vind ik ook. En dat is ook de reden dat ik mijn video heb opgenomen, zodat ik misschien iemand anders kan behoeden voor de fout. Nou, krijg ik net eens een berichtje van een meid. Ik heb echt niks aan mezelf gaan, Dus uh, Ik krijg het een berichtje van een meid. En die zegt... Uh, een moslima. Ik zag het aan haar foto. Jullie weten dat ik daar niet over oordeel. Ik heb altijd onwijs veel respect voor de mensen. Dat ze gewoon echt staan. Naar hun, echt leven naar hun standpunt. Snap je? Gewoon naar het boekje. Dat, het, dat je zo goed kan gehoorzamen. Vind ik gewoon... Wauw. Kon ik dat maar. Dan had ik een heel ander soort leven geleid. Maar... En die zegt dan onder mijn video... En dit moet dan het, uh, prachtig, een prachtig cultuurtje voorstellen. Hashtag balgelijk. En dan denk ik, ja. En wat ben jij dan nu op dit moment dan wel niet aan het doen? Dat is toch net zo mogelijk. Ik heb heel veel kijkers die um, echt leuk reageren of niet reageren. Gewoon kijken en een beetje denken van, oh, heb je er weer? Of hé, hey, daar heb je er weer. Weet je, dat kan allemaal. Ik vind het ook allemaal prima. En. Iedereen mag kijken, maar ik snap gewoon... En, en mensen hebben ook echt respect onder mijn video's. Ook naar elkaar toe, naar de ervaringen. Als jullie mijn video's kijken, weten jullie een beetje hoe ik, hoe ik ben. En ik ben een beetje out of the box. En ik ben een beetje grenzeloos geweest, weet je. En nu ik ouder ben, heb ik, heb ik zoiets van... Wow, my god. Wat heb ik vroeger allemaal niet gedaan. En iedere keer denk ik, als er weer zoiets in mijn hoofd opspringt van... oh, wat heb ik wel weer niet vroeger gedaan... dan wil ik daar direct een video over maken... zodat mensen gewoon kunnen denken van... ah, laat ik niet op mijn veertiende ontmaagd worden... omdat ik gewoon zo nieuwsgierig ben. Laat ik maar wachten. Want Jade heeft gezegd... niet zo slim, want zo interessant is het niet. Ik hoop dat jullie daar iets mee kunnen... dat ik daar iets mee bij jullie kan bereiken. Ik word echt ziek. van de mensen die maar denken dat uh, je respectloos met een ander kan omgaan. Je kan toch iemand gewoon in zijn waarde laten? Ik laat ook mensen in hun waarde. Ik... Als, weet je hoeveel meiden... Ik ga het je anders vertellen. Weet je hoeveel moslima's mij een keer een bericht hebben gestuurd? En ik hou daar gewoon mond over... want ik wil dus niet dat de moslims in Nederland een nog nadere naam krijgen. Ook de vrouwen niet. Want we blijven on vrouwen onder elkaar. Ik wil jullie niet afbranden. Maar ik krijg mails... Ook van moslima's, al een hele periode nu inmiddels, gewoon dat ik wel een paar milktjes tussen heb gezien. Jonge moslima's die ook aan kontneuken doen en ook gewoon jonge moslima's die ook wel eens een foutje begaan. En dan zeg ik niet dat ze het allemaal doen, maar dan zeg ik wel van, waarom, waarom moet het nou weer meteen om een, heel gaan, om een hele cultuur gaan? Waarom is het mijn cultuur die slecht is, omdat ik op mijn veertiende ben ontmaakt, omdat ik er niet op kon wachten? En waarom is het moslima, het moslimcultuur of het Turks of het Malkaanse cultuur, waarom zou dat, waarom moet het hele cultuurtje nou kut zijn, omdat er misschien één gozer is geweest die Erik dan doet qua met, weet ik voor wat voor gedrag, terroristisch gedrag of wat dan ook? Ik bedoel gewoon te zeggen: kunnen we elkaar niet gewoon een beetje laten voor wat het is? Kunnen we niet gewoon bedenken, oh, zij is gelovig, laat haar lekker. Of zij is een snol, nou ja, prima toch, laat haar lekker. Ik ben ook tegen de slutwalk. Ik vind het niet goed om te promoten dat je maar op elke leeftijd met iemand naar bed mag. En ik vind het ook helemaal niet goed om te promoten dat je je als een hoer moet gedragen. Of dat je naakt de deur uit, moet, dat je naakt de deur uit gaat. En dat er weer een, an, een of andere gozer random ergens rondloopt. En met zijn pik omhoog. En die alleen maar denkt. Ah oh, ja, ah. Oh, die gewoon te weinig IQ heeft. Die ziet jou in je naakje rondlopen. Die gaat jou verkrachten omdat hij gewoon te weinig IQ, IQ heeft. En hij snapt het niet. En wat dan? Dan ben jij... Dan is hij dus de schuldige. Want, snap je? Je moet, je moet ook je shit niet uitdagen. Je moet niet naakt over straat. Waarom zou je? Kijk, je kan wel een stukje been laten zien. Of iets anders. Maar als je en decolleté laat zien. En je, je bil onder je broek vandaan. En je laat alles gewoon zien... En er loopt misschien een keer een behol voorbij, die denk ik, ga je even verkrachten. Ja, nou, had dan maar een, bro een langer broekje aangedaan. maar misschien had hij dan bij de eerstvolgende gedacht, dan ga ik die wel verkrachten. Want die ziet er wat meer naakt uit. Snap je wat ik bedoel? Je hebt gewoon, um, dat is eigenlijk even, het staat even los ervan. Want ik vind gewoon dat je niet te naakt naar buiten moet. Je moet altijd iets aangekleed hebben, weet je wel. Je moet gewoon wel normaal vrouwelijk blijven. Ook mannen, weet je. Hou je een beetje aangekleed. Pop op je blote borstje de hele dag. Niemand die erop zit te wachten, weet je maar het gaat mij er gewoon over dat. Um, ik vind bijvoorbeeld dat je gewoon uit respect voor jezelf niet naar de, straat, de straat op moet gaan. Maar. Ik zeg niet dat jij aangekleed ah, de straat op moet gaan of naakt moet gaan. Je moet zelf weten wat je doet. Je moet oprecht zelf weten wat je doet. Maar ik vind het zo jammer dat ik één keer in de zoveel tijd. van die oppervlakkige reactie binnenkrijg. Tuurlijk krijg ik wel eens een keertje. Kankoei. Of of snol, of trut, of weet ik veel. Weet je, daar kijk ik overheen. Want ik ben vroeger juist altijd gepest door dat soort types. En ik ben nu 24. En nu begrijp ik gewoon van, joh, die typetjes moeten nog een beetje emotioneel gewoon groeien. Want. Het is niet de normale manier van praten en doen, weet je wel. Je gaat niet zo met iemand om. Dat is heel raar. Kijk, als je nou mij treitert en je loopt met de stangen en je loopt met de vervelen en je vraagt om en ik draai door. Ja, oké, okay, kan gebeuren. Maar normaal gesproken, ik, 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 ik zet me er gewoon overheen. Ik denk gewoon, oh, heb je er weer zo een? Heb je weer zo'n triest figuur? En ik, weet je, ik laat ook al mijn negatieve reacties staan. Ik zal nooit iets verwijderen. Ik ga overal op in. Het maakt me echt niet uit. Maar dat stukje wat zo gevaarlijk is: dat kleine stukje respect tussen culturen, tussen geloven, tussen de mens. Dat kleine stukje kan zoveel doen. Het kan ervoor zorgen dat wij als mensen normaal met elkaar om kunnen gaan. En dat kleine stukje respect, als je dat niet hebt, kan ervoor zorgen dat we continu de hele dag met elkaar in de clinch liggen. Wat boeit het ons niet-gelovigen nou? Hoe laat hun opstaan om te bidden? Of naar de kerk te gaan? Wat boeit het de gelovige mensen nou wat de niet-gelovigen doen? He? Als ze dan er toch maar niet bij God of Allah aankomen, dan toch niet? Dat is toch hun issue? Dat is toch hun deal? We zijn toch niet op aarde om elkaar continu maar uh, te beoordelen? Want het zit zo en zo en zo? He? We hebben toch allemaal onze eigen levenslessen? En ik heb heel veel levenslessen en ik heb heel veel fouten gemaakt. In de hoop dat jullie daarvan leren. Dus ik zou zeggen: heb wat meer respect. Gewoon naar elkaar toe. Je hoeft geen respect voor mij te hebben, weet je? Ik lig er niet van wakker, weet je? Ik ben, ik, ik ben op emotioneel vlak, op, zeg maar, op zo'n manier, um, kan ik me afschermen voor mensen die mij niet boeien. Dat het me ook gewoon niks meer doet, weet je wel? Dus ik wil gewoon dat ook jullie dat kunnen. En zeg niet tegen iedereen dat ze een hoer is. En zeg niet tegen iedereen dat ze walgelijk is of vies. Of uh, zeg ook niet dat, dat, dat moslims allemaal maar terroristen zijn. En zeg ook maar niet dat alle, alle moslimvrouwen heel braaf zijn. Of juist totaal niet braaf zijn. Je kan niet oordelen over mensen doordat je iets hebt gehoord. Je kan alleen iemand beoordelen gewoon puur op de persoon zelf. Op wie ze zijn. En geloof mij. En dit kan ik je eerlijk maar zeggen. Ik praat liever over seks. En ik deel mijn ervaringen. Dan dat ik het uitvoer. Snap je? Ik vind het niet meer zo interessant. Het is zeg maar. Bij mij is het in mijn hele leven al in mijn hoofd. Seks voor, seks na. Seks voor, seks na. Wat ook wel een ADHD-kwaal is. Daar nou wil ik het niet daarop gooien. Absoluut niet. Maar seks voor, seks na. En nu ben ik 24. En nou denk ik. Oh ja, seks. Mag wel heel bijzonder zijn. Wil ik het echt leuk vinden. Snap je? En. Weet je, we zijn allemaal mensen. We zijn geboren om voor te planten. Wij zijn geboren om te flirten. En ik vind het heel erg knap als je gelovig bent en je kan je gewoon inhouden. En je kan je natuurlijke drang inhouden. Dus, dus je flirtgedrag binnenhouden. Um, je, 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 ja. Hoe zeg je dat? Ja, je flirtgedrag. Een beetje dat je denkt, oeh, dat je dat niet doet. Bijvoorbeeld dat een man naar je kijkt dat je het negeert. Um, dat je trouw blijft. En daar hoef je eigenlijk niet eens alleen maar geloof voor te zijn. Ik ben niet gelovig. En ik wil. E ik ga niet vreemd. Um, dit zeg ik niet omdat ik dan verkoel klik. Maar ik ga niet vreemd. Ik doe helemaal niks. Gewoon omdat ik respect heb voor dex. En ik doe. Ik hou echt gewoon rekening met de mensen met wie ik omga. Ik hou er echt rekening mee. Ik probeer zoveel mogelijk rekening mee te houden. Maar. Het enige wat ik voor jullie vraag is. hou ook rekening met mij. En mijn kanaal. En de reacties die je eronder zet. Want mijn verhaal. Ik kom, komt wel alleen van mij af. Maar er zijn zoveel meiden. En zoveel jongens die ook zoiets hebben meegemaakt. En die lezen jouw reactie. En die denken dan: mogelijk. Oh, ze vinden me mogelijk. Maar. wat the fuck? Jullie zijn niet mogelijk. Je bent gewoon een mens. Maak fouten, leer ervan. Geef het door dat je ervan hebt geleerd. Geef door dat je het niet zo moet aanpakken. En misschien komt het dan ooit nog goed in deze wereld. Gewoon met respect. Cliché, hè? Maar zo simpel is het.